We zijn vanochtend vertrokken uit de Maashaven. We gaan zo de Oude Maas op. Linksaf. We zijn bij de Botlek. En dan gaan we via het Spui. Volkerak. Voor de Helsinki. En dan naar Antwerpen. We zouden ook via Zeeland kunnen varen. Maar het gaat waarschijnlijk wat hard waaien vandaag. En we hebben vrij veel tonnen in. Dus dat doen we niet. We gaan over de zee schelden. De Helsinki komt uit de Veulhaven richting Breedijk. Dit is een kaartje van de bocht die we gaan maken van de Nieuwe Maas richting Oude Maas. Je ziet aan de linkerkant zie je de Botlek. Net daarboven zie je de Nieuwe Maas die verder gaat als Nieuwe Waterweg richting zee. Rechts zie je de Nieuwe Maas die uiteindelijk naar de stad gaat. En wij gaan de Oude Maas op. Veronica, zeg voor de laatste twee maatjes in de monding en twee geleden binnen waar de hele monding uit de maat die gaat naar de stad. De voorhoek van de zee waar die zit aan de 33 graden. Dus we zouden met deze snelheid spreken van de monding uit de maat. Ja, oké. Dan doe ik liever met die zee maar stuur. Helsinki, nog even. Helsinki, is het. We komen nu bij de kruising van de Oude Maas en het Hartelkanaal. Het kan daar best wel druk zijn. En er zijn een paar bruggen die op zich niet ingewikkeld zijn, maar waar soms afspraken over moeten worden gemaakt. Tegenwoordig is de Botlekbrug vernieuwd. Vroeger was die vrij smal, was het best wel lastig. Het valt tegenwoordig wel mee. Maar er is hier wel een verkeerspost en er moeten wat afspraken worden gemaakt soms. Zuidtak, derde pet, bestemming Oude Maas. Dat is breekbrug in de monding, derde punt,
hier ook niet uit. In de opvaart door de boom. Zeeschip vanaf de andere kant. Dat zal van Moerdijk komen. Dan zal naar zee gaan. En daarvoor moet de Spijkenissebrug geheven worden. Die moet omhoog. Maar daar hebben wij verder geen last van. We varen nu op het Spui, de hoogte van Nieuw-Beijerland.
Dat is een water tussen de Oude Maas en het Haringvliet. Wij vinden dat prettig varen, het is wat rustiger. Wij zijn natuurlijk toch maar een relatief klein binnenschip. En de Dordtse Kil wil het nog wel eens erg druk zijn. En dan gaan we liever hier langs. Je ziet een hele grote veerpont. Bijna de halve breedte van het vaarwater. Hoeft volgens mij maar nauwelijks gas te geven, is hier aan de overkant. Maar wij hebben als groot schip natuurlijk het grote voordeel dat wij voorrang hebben. De veerpont moet ons voor laten gaan. Dus voor ons is het niet zo belangrijk wat hij doet. Als hij maar genoeg ruimte laat, dan komt het vanzelf goed. Veronica is een beetje aan het schoonmaken. We hebben al een beetje afgespoten om de ergste korreltjes en stof kwijt te raken. En Veronica haalt nu nog eventjes de laatste restjes weg. We komen nu van het Haringvliet het Hollands Diep op. Dan moeten we
lopen door de Volkaksluizen hieronder in beeld. Veronica, centrale. De Veronica. Kunt u naar de jachtensluis voor de tweede ronde? Jachtensluis, tweede ronde, gaan we doen, bedankt. Je ziet dat best wel vaak, met name met zeilbootjes. Die hebben echt de neiging om recht op ons af te sturen. Laat ons totaal geen ruimte om te manoeuvreren of te bewegen. We zijn bestemd voor de jachtensluis. Dus we gaan hier nu stuurboord uit. Kijken hoe het er daarvoor staat. Dat gebeurt meestal als wij met kleine schepen gaan schutten. Dan laat het licht of op rood staan of op rood-groen. Maar wij hebben dan via de marifoon afgesproken dat wij naar binnen gaan. En dat ze daarna pas de jachten in laten varen. We zijn inmiddels in Antwerpen. We varen in de B1 zoals dat heet. Dat is een van de dokken hier. Johanna, Tover 50. Ja, Johanna. Het schip hebben niet de bedoeling is, want wij gaan tegen het vaarwater in, even meer op C6 en 2. Ja, ik ben richting Solvay, moet ik kijken. Richting Solvay, oké. Ja, en wie weet ik de eerste? Over 50. Ah ja, oké.
gast die is nu op de planken zangen, dus die is hier toch geen vliegen. Ik zou doen, ja, dat is een goed idee, want ik wou hetzelfde vragen, want ik ben er zelf kan, dus perfect. Oké, komt er mooi uit, dankjewel. De NVMS Dolores komt uit het Church of Dock, steekt over naar de Baldwinsluis. Dan Olga Nova in het Hansa Dock. Olga en Caroline is bestemd van de sluis. U bent ook bestemd van de sluis. Dankjewel, meneer. Veronica uit de P1 voor de Hansa. Zet landrijder van B2 naar B1 en laten naar de zesde. We komen uit het kanaaldok B1 en we gaan oversteken naar het Hansa-dok. En dan gaan we daar voor vanavond een plekje zoeken. Thank you.
dat Marshall Dock komt hier achter langs mij voor de SMS Dolores. Ja, die Jovita uit Anders ook om af te gaan. Prima, dankjewel meneer. Goeie vaart nog, hè. Ja, Otter, goedenavond. Wij zijn bestemd voor de tweede insteek, Doc. Graag om ons op backboardzijde te blijven. Dan beste, komt de Hansa Doc uit. Vult de Marshall Doc in. Als je het filmpje leuk vond, klik dan op like. En als je graag gewaarschuwd wil worden wanneer er weer een nieuw filmpje is, klik op subscribe. Je kunt ons ook financieel steunen als je wilt, via petjeaf of via Patreon. Alvast bedankt en tot de volgende keer. Ja,